Hoi, ik ben Jody, ik ben net 51 jaar geworden en een kleine 3 jaar geleden is mijn schildklier in 2 delen verwijderd nadat na de eerste operatie papillair carcinoom met wat uitzaaiingen was geconstateerd. Ik functioneer goed op, in mijn geval, T-Rax. Goed ingesteld zijn betekent voor mij voor mijn kinderzorgen 32 uur per week werken, mijn huishouden runnen en sociale contacten onderhouden. Hoewel ik nooit meer zoveel energie heb gehad voor het hele traject, lukt dit best goed. Met pieken en dalen. Het is tenslotte anders om op synthetisch schildklierhormoon te leven dan wanneer je lichaam namelijk zelf reguleert. Optimaal instellen is wat mij betreft een dynamisch begrip. Je lijf verandert continu en je energie wisselt. De optimale instelling verandert mee. Bij wijzigingen in de dosering varieer ik rustig met 25 microgram per dag, van de een op de andere dag. Ik hoor vaak dat mensen de dosering heel geleidelijk veranderen, maar ik wil er gewoon niet te veel mee bezig zijn. Ik kijk goed hoe ik me voel en wacht de resultaten van de bloedwaarde af. Klopt dat met elkaar? Dan ben ik blij. Nog één ding, ik raad iedereen aan, zodra er sprake is van schildklierkanker, naar een gespecialiseerd ziekenhuis te gaan. Juist ook vanwege die optimale instelling. Er speelt nog zoveel na de behandeling. Je hebt een internist-endocrinoloog nodig, die niet alleen naar de bloedwaarde kijkt, maar ook veel ervaring heeft met hoe mensen zich bij die waarde voelen.